Wethouder Wilma Paalman heeft vanmiddag officieel de twee nieuwe zijladers in gebruik genomen. Deze twee nieuwe vuilniswagens zijn van de modernste technieken voorzien. En volgens de deskundigen is het dan ook een grote aanwinst. De zijladers zijn in plaats van de twee oude vuilniswagens gekomen die respectievelijk al 9 en 10 jaar in gebruik waren en dus dringend aan vervanging toe. De zijladers werden vanmiddag op de gemeentewerf afgeleverd en officieel overhandigd aan de wethouder. Zij overhandigde ze op haar beurt weer aan de nieuwe gebruikers, de afdeling afval van de gemeente Hellendoorn. De mannen hebben de wagens aan een grondige inspectie onderworpen en goedgekeurd. Het werd al snel duidelijk dat ze de nieuwe wagens snel in gebruik willen nemen. Volgende week dinsdag wordt er een cursus gegeven. Woensdag zijn de zijladers te zien in de gemeente, dan worden ze daadwerkelijk in gebruik genomen. Voordeel in dit nieuwe systeem is dat er twee vuilnisbakken tegelijk geleegd kunnen worden. Maar het vergt wel wat oefenen voordat dit helemaal goed lukt. Ook voldoen de wagens aan de milieueisen van vandaag en de techniek die gebruikt werd is ook helemaal van 2009.